Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Vandaag wilde ik laten zien hoe je een DigiCase DCR 189P in moest bouwen. Dus frontsluitverlichting in je Pico 189 locomotief, zoals ik deze hier heb, van Railion. Ik heb een goede half uur aan opnames, dacht ik. Alles zit erin. Alle kabeltjes zijn goed aangesloten. Het eindresultaat heb ik opgenomen. En alles is onscherp. Nou, dat ga ik niet online zetten in die vorm. Rest mij eigenlijk alleen maar even het opnieuw openmaken van de locomotief en laten zien hoe alles gedaan is. In plaats van laten zien hoe je alles moet doen en waar je allemaal tegenaan loopt. Waarna ik het originele deel erachteraan plak met dat hij op de baan staat, dat je de verlichting kunt zien. Dus als je alleen het einde ziet, dan denk je, dat is raar. Waarom heeft hij het nu over dat je een mooie handleiding hebt gehad over hoe je hem moet opbouwen? Want dat heb je inderdaad niet. Zo. Nou, hoop ik dat ik de goede van de twee heb. Want ik heb twee Railions, en ik weet vrij zeker dat dit de goede Railion is. Twee Railions, eentje heb ik zelf LED-verlichting ingezet die aan één kant maar verlichting geeft. En de andere Railion heb ik de DigiCase verlichting ingezet. Het probleem wat ik gevonden heb, is dat met het inbouwen, na het inbouwen van de verlichting, bij mijn Railion-lok de kap onmogelijk erop en eraf ging. Dus wat dat betreft weet ik vrij zeker, dit is de goede. En inderdaad, ik heb de goede gepakt. Van origine heeft deze locomotief alleen maar aan één kant verlichting. Frontverlichting, wit. Geen rode verlichting. En het doel van de DigiCase set is om ervoor te zorgen dat er ook rode sluitverlichting is, en met wat extra draden, de groene en de paarse, om daarmee rangeerlicht en groot licht mogelijk te maken. Er staat hier een hele handleiding over waar je wat aan moet sluiten. Je begint met de oude verlichting loshalen, de kabels eruit te halen en ze gewoon apart te leggen. En dan hou je deze over. Dit zijn de gloeilampjes die er oorspronkelijk in zaten. Maar in andere heb ik er al LED-verlichting in zitten, maar dan wederom alleen maar frontverlichting en geen sluitverlichting. Nou, om deze dus aan te sluiten, je haalt de oude bekabeling weg en daarna ga je aan de gang volgens dit aansluitschema. Hier is de witte kabel van de decoder en die komt hier op dit stukje uit en dan gaat hier naar de voorkant wit, naar de achterkant geel, zoals je normaal gesproken ook zou doen, zodat aan de voorkant wit eruit brandt en de achterkant rood. De gele kabel zou, als het goed is, even zoeken, schuin hierachter moeten zitten. En ook hier gaat een gele kabel en een witte kabel naartoe. Wel wat moeilijk te zien. Geel naar voren, wit naar achteren. Dus als de rode verlichting hier brandt, brandt de witte daar. Dan de extra's. Groen gaat op groen. Als groen aan is, dan gaat de rangeerverlichting aan. Dat is handig als je dan ook de normale verlichting uitzet. Anders krijg je 2 keer rood, 1 wit boven en aan de andere kant 3 keer wit. En paars. En paars is een extra losse kabel aan deze decoder. Dat meeste decoders die een NEM 652 plug hebben, dus een 8-polige plug, hebben een losse paarse kabel. Als je deze aansluit, dan kun je groot licht voeren. Waarbij er naast de rode lamp ook een witte lamp gaat branden. Dus dat je eigenlijk in plaats van de rode lamp komt er nog een witte lamp, zodat je 2 keer wit hebt. Nou, verder moet je volgens de handleiding, blauwe en lichtblauwe pakken, kabel pakken en samenvoegen. Bij mij is dat een zwarte en een blauwe kabel. Die gaan allebei naar dezelfde aansluiting voor voor en achter. En dat is voor de gemeenschappelijke plus voor de sluitverlichting en de gemeenschappelijke plus voor de frontverlichting. Als je hem analoog aansluit, dan doe je die groepering je net iets anders. Vandaar dat dat een aparte kabel is. En digitaal heb je dat je deze dus gebundeld hebt op de gezamenlijke plus. Vervolgens zorg ervoor dat deze vastgelijmd zitten. En als je daarna de kapper op weet te krijgen. Wat bij deze, ik ben er nog niet helemaal uit waarom, maar gaat wat moeilijker. Als je de kapper opzet, ben je in feite klaar. Nou, nu volgt het stukje op het spoor. Hoe het eruit ziet, wat het eindresultaat is. En wat ik dus eerder op heb genomen. Waar ik ook een andere locomotief ter vergelijking naast heb staan. Die andere locomotief is dus degene met eigen ingebouwde LED-verlichting ter vergelijking, en dat ziet er ongeveer hetzelfde uit als een gloeilamp. Goed, dit is het resultaat. Rechts zit een gele of een warm-witte LED in die ik zelf in heb gebouwd voor alleen de frontverlichting. En links zit een nieuwe DigiCase en ik moet zeggen, het valt eigenlijk wel tegen. Zo'n helwitte verlichting, ik vind het niet echt heel mooi. Zeker gezien daar dus eigenlijk gloeilampen in zaten. Dit is normaal voor de voorkant. Voor het achteruitrijden is die rood. De andere lok heeft geen achteruit sluitsein, dus die blijft. Als ik die wissel van richting, wordt het gewoon donker. Gaat het uit. Nou, ik kan natuurlijk de verlichting schakelen. Ik kan alleen rangeerlicht aanzetten, dus hooglicht. Ik kan, dit is eigenlijk in combinatie met de normale verlichting. Dan krijg je extra fel licht. Zo. En dat zijn de... Ja, als ik die allemaal aanzet en ik laat hem achteruit rijden, krijg je een hele interessante combinatie van kleuren. Zo fel is het wit dat het rood haast wegvalt. Er is geen mogelijkheid om maar aan één kant de verlichting aan te zetten. Het is allebei de kanten altijd. Dat komt, ik had gehoopt dat één van de kabels gebruikt werd om de verlichting volledig uit te schakelen. Zeg paars of groen. Maar helaas. Dus je hebt altijd verlichting aan beide kanten. Je hebt wat extra functies en het is een heel fel wit licht. En daar moet je maar net van houden. Nou, tot zover in ieder geval een duidelijke instructie, hoop ik, voor hoe je hem in moet bouwen. En ook even de, het eindresultaat, zodat je zelf kunt kijken of je er überhaupt aan wilt beginnen om hem in te bouwen. Bedankt voor het kijken. En reageer en subscribe en like en al dat soort dingen vind ik altijd leuk. En graag tot volgende week.